Dit is de laatste hele dag een uur. Can we start? Ja. Yeah. Thank you. Nu ga ik dus naar de Kmart. Ik zie heel veel. Dit deeg is zo lekker. Wow, dit is een van de dingen waar ik voor kwam. Oké, ik heb alles gepast. Het was zo'n geweldige tijd hier eigenlijk om mijn familie te leren kennen. Ik ga nog even in bad met de Fireball. En ik heb Magnolia Bakery cupcakes besteld. Oh my god. Wat? Nee. Toch nog een keer bij Shake Shack gegeten. En het uitpak is zo ontzettend leuk, maar oh god, ik ben zo benieuwd wat erin zit. Flamed zalm. We willen wandelen, maar het is heel slecht weer. Ja. Hallo allemaal, dit is de laatste hele dag in New York. Het is 1:55. Ik dacht om 1 uur weg ging, maar we gingen blijkbaar om 1:30 weg. We gaan nu dus lunchen. Ik wilde dus mijn tante en oom meenemen voor lunch, had ik dat gezegd. En mijn nicht, mijn neef en haar vriend van mijn nicht gaan ook mee, dus superleuk. We weten niet of we terecht kunnen bij die falafeltent, want we konden niet reserveren, want het is nieuwjaarsdag. Anders gaan we ergens anders heen. Ik heb even koffie gehad, omdat ik toch tijd over had bij oorwasher. Er zit alleen geen label op dit keer. 4,25 kost het daar, maar het is echt heel lekker. En dit is zeg maar het eerste wat ik vandaag eet of drink. En het zit letterlijk om de hoek van het huis. Het is nog geen 2 minuten lopen. Ga ik wachten tot iedereen klaar is. Het is wel lekker om even naar buiten te gaan, want ik zei het is zo warm in die huizen. Dus ja. En ik ben eigenlijk al heel lang wakker. Ik ben weer lekker in bad gegaan. Ik heb niet echt een kater, want ik heb niet zoveel gedronken. Ik heb met haar lopen appen en dat soort dingen. En ik krijg alleen maar zeurcomments ineens op mijn vlog. Volgens mij is er een soort van clash of zo van mensen die ineens zin hebben om te zeuren, want het slaat nergens op, want de vlog is super leuk en ik heb echt met zoveel plezier die video bewerkt en echt heel veel liefde erin gestopt en mensen lopen echt te zeuren dat ik echt denk, what's wrong with you? Heb je een hele erg kater of zo? Jammer. Het is niet erg, maar denk ik, waar zijn dan de mensen die leuke comments plaatsen? En soms denk je dan wel van, is die echt niet leuk? Maar sorry, ik ben mijn sleutel aan het zoeken. Maar de vlog is echt super leuk, dus ik snap er niks van. Oké, we hebben iedereen een beetje gevallen. Mijn oma is aan het zwaaien, maar ik filmde niet. Mijn oma is aan het zwaaien? Mijn oom. Hij was like this, but he wasn't filming. We hebben 40 minuten gewacht. We zijn buiten gezeten, wij zaten binnen. I already know which way it was turned. Yeah. En dit is mijn ontbijt en ik heb er echt super veel zin in. Ik neem wat mijn tante ook had. En ik wil ook dit, want ik heb honger. Dit is echt heel lekker. Eten is er. Ik ben heel blij. Waarschijnlijk zien jullie het nog niet, maar... Zoveel zin in. Zo handig. Hi. This is the halloumi? Oh. That's halloumi eggs, yeah. It looks really good, right? Ziet er ergens onder, denk ik. Under the cream. Oh my god. Under the cream? No, I think that is that. Oh, lekker. Can we start? Yeah. Thank you, too. Yeah. Jongens, dus dit is echt een tip. Je bent met 5 mensen. Oké, we hebben only 2 people drunk something, so that's also... Drank something. Maar kijk hoe goedkoop dit hier is. Super chill, hier moet je echt naartoe gaan. Iedereen is naar huis gegaan, iedereen was een beetje moe. Ik in principe niet echt. En ik had nog wel zin om lekker in mijn eentje, dus ik zei om in mijn eentje wat dingen te doen. Dus ik zei ga lekker naar huis. En ik ga nog in mijn eentje rondstruinen, hier is helemaal niks. Maar ik heb ook geen Subway kaart meer, dus ik kijk wel wat ik doe. Ik heb even in de Starbucks H gebeld met gratis wifi. Want daar is het nu bijna 12:30, dus ik dacht snel nog even bellen voordat hij naar bed gaat. Want dat vind ik leuk. En nu ga ik dus naar de Kmart. En mijn nicht zegt dat het helemaal niet leuk is, maar ik ga hier nu in. Volgens mij is het een soort Scapino en is het echt niet leuk inderdaad. En ik heb geen idee wat ik verder ga doen. Het is al bijna 5 uur, ik zie het wel. Laatste dagje. Boven is niet zo leuk, een soort van Scapino. Maar volgens mij, ik zei tegen mijn nicht, er is een winkel waar ik 6 jaar geleden was. Een soort van grocery store, heel groot. Wat ik echt geweldig vond. Zij zegt dus dat dit niet leuk is, maar ik heb wel het idee dat dit het is eigenlijk. Dat het Kmart was, waar ik heel goedkoop Oreo's en zo had gevonden. Als ik het zo zie, zou het best kunnen zijn dat dit het is. Ik ben heel benieuwd. Dat zou echt super vet zijn als ik dat nu nog tref, maar ik heb geen ruimte meer. Maar ik zie nu al best wel wat leuke dingen. En dat heb ik allemaal gezien. Oh, dat zou zo vet zijn als ik dat nu nog tref. Dat zou echt heel tof zijn. Het is in ieder geval veel. Ik denk dat dit wel is wat ik bedoelde, waar ik vorig jaar, 6 jaar geleden zeg maar, was. Ik zie heel veel. Echt wel meer, maar ik heb al echt genoeg. Ik ga alleen kijken of ik Oreo's kan vinden. Kijk, ze hebben ook vet van Pringles. Zoveel heb ik nog niet eerder gezien. Maar dit past gewoon niet in mijn koffer. Hier, Buffalo Ranch. Tarts. Wow, dit zijn een soort van goedkope tarts. Die heb ik nog nooit gezien. Kijk, dit soort dingen zou ik ook wel mee willen nemen, maar dat past gewoon niet. Nope. Mijn voorgevoel was niet goed. Maar ik denk wel dat het een Kmart was, maar dat het niet deze Kmart is. Wow, dit is een van de dingen waar ik voor kwam. Ik heb er al 4. Maar hier hebben ze allemaal secret deodorant. Wat? Suave? Dat is een soort van goedkopere secret, want het lijkt echt heel erg op secret. Maar het is net zo duur. Oh my god, ja, ik heb er al 4. Wat? Nee, die is verkeerd geplaatst. Dit is... Solid secret. Dit is voor 2? Oh, only 5. Wauw. Die ook. Oké, ik moet deze wel even meenemen. Ik moet pas in mijn koffer gewoon. Oeh, wat hebben we hier? Deze ken ik niet. Ik ga het niet kopen. Maar deze dus. Vanilla mint. Heel lekker. Chapsticks. Ja, ik hoef het niet. Die heb ik dus al. Crayola lipbalm. Oké, mega ongezond. Ik kan wel even uit. Ik moest dit halen. Ik heb het nog nooit gedaan. Dit vergelijk wel beter dan het dankjewel is. Dit kostte 3,75. Kijk hoe groot het is. Het is echt belachelijk. Ik ga het echt niet helemaal beter. Maar ik moest dit proberen. Kijk dat. Helemaal gevlees. Oh my god. Ik moest dit voor jullie en mezelf testen. Oh my god. Oh my god. Wat? Ik denk dat het een hele goede zaak is. Dit is bizar. Ik heb natuurlijk nu geen donut, ik heb een cinnamon bun, maar dit is extreem. Dit deeg is zo lekker. Ik proef wel echt boter. Maar die glazuur, dit is bizar. Maar ik denk dat dit een tip is. Ik weet niet waar ik ben. Ik ben bij Lafayette, maar die is heel lang, die weg. Oh, ik weet waar ik ben. 8th Street Station. Daarnaast ligt het. Dit is volgens mij echt bizar. Deze tent. In ieder geval dit ding hier is echt bizar lekker. Ik ben in een hele kleine, smalle, diepe Victoria's Secret. En ik heb echt bizar veel. Ik heb eigenlijk geen ruimte meer, maar ik zag zoveel geweldige, goedkope dingen. Dus, ah, was het? Ik heb trouwens een nieuwe trui aan. Had ik die al laten zien? Ik dacht, laatst werd zoveel zwart. Dus ik dacht, deze is cute. Het is een S, want hij valt heel groot van mij. Oké, ik heb alles gepast. En er zijn 4 BH's die ik echt super vet vind. Daar heb ik een foto van gemaakt, dus ik ga even kijken welke ik kies. Want eigenlijk kan ik er echt maar eentje nemen, want ik heb er al 3. Oh, je ziet het ook aan, maar ik ben heel blij. Het is al 11:30. Ik was dus een beetje down, want ik kreeg echt heel veel nare reacties op mijn vlogs. En mensen gingen echt dingen zeggen die helemaal niet waar zijn. Dat, nou ja, ik ga er niet te lang op in. Ik verberg gewoon bepaalde mensen, zeg maar, op mijn kanaal dat hun reacties niet meer geplaatst worden. Want ik heb gewoon geen zin in. Ja, mensen zijn zo ontzettend negatief, terwijl ik zo mijn best doe voor mijn kanaal. Daar heb ik gewoon geen zin in. En ik heb geen zin om me aan te trekken als het maar zo weinig mensen zijn die zo moeilijk doen. Maar ik had het er even over met mijn tante. Ik kwam thuis pas om 8 uur, super laat. Ik heb heel lang rondgezworven. Ik heb een hele mooie BH voor $12 gekocht bij Victoria's Secret. Dat zie je wel in mijn shoplog, maar echt vet goedkoop. Hij is niet heel mooi, hij is gewoon roze, maar hij zit vet lekker. Hij staat heel mooi. Maar toen dacht ik, ik ga niet hier chillen, maar ik loop even naar hun naar boven toe. Daar heb ik dus 2,5 uur gekletst. En mijn nichtje was er nog bij. Die zie ik niet meer, die moet morgen werken. Ik zie mijn oom en tante morgenochtend nog even, maar dan gaan ze upstate. Dus ik ben alleen dan hier. Mijn neef heb ik al gedacht, zeg vanmiddag. Maar ik ben helemaal blij, want ik heb zo leuk met ze gepraat. En ja, ik voel echt liefde tussen mij en mijn tante. Weet je, we kennen elkaar eerst helemaal niet. En ja, ik ben nu al echt wel gek op haar. En we kunnen het heel goed met elkaar vinden. We hebben het eigenlijk zo leuk gehad. Dus heel goed, leuk gevoel. Goed afscheidsgevoel. Echt superleuk. Want vanmiddag was iedereen toch wel een beetje moe. En nu hebben we nog even lekker gekletst. Nu ga ik mijn haar wassen en nog even in bad. Want er scheelt ook weer ruimte in mijn koffer. Ik hoop dat alles in mijn koffer gaat passen. Dat wordt spannend. En ik ben echt super blij. Het was zo'n geweldige tijd hier eigenlijk. Om mijn familie te leren kennen. En helemaal alles gedaan wat ik zelf wilde doen. Dus het was eigenlijk echt perfect. En ik heb zoveel zin om haar te zien. Morgen. En vet grappig. Want ik vlieg donderdag. Maar ik kom vrijdag aan. Maar ik zie hem wel morgen. Nou, over 24 uur zit ik nog in het vliegtuig. Oh nee, ik zie hem pas vrijdagavond. Ik zie hem pas over 2 dagen. Dat is gek. Oké. Ik vind deze trui super leuk staan trouwens. Jammer dat ik geen foto meer heb gemaakt. Ik zou nog wel bij de caps een foto willen. Maar iedereen is morgen weg. Dus dat gaat niet lukken. Ja, ik ben blij. En ik heb het gevoel dat ik heel lekker geslapen vanavond. Ik hoop het. Want ik heb elke dag slecht geslapen. Dus oké. Doei. Dit was mijn laatste New York dag. Eigenlijk al best wel laat. Maar ik ga nog even in bad met de Fireball. Want dat neemt ook super veel ruimte in eigenlijk. Ik heb wel 3 ballen nu of zo gebruikt. Deze had Lot gekocht, weet ik. Toen Ruikt super lekker. Hij heeft wel wat glitter, maar niet heel veel. Ik moet daar niet te laat slapen, want ik moet natuurlijk morgen... Ik vlieg om 7:30 al. En dan moet ik eigenlijk, zodra ik in het vliegtuig zit, in slaap proberen te vallen. Dus. Maar op zich ben ik best wel moe elke dag. Dus. Wauw. Jammer dat je de kleuren niet goed ziet, maar het is zo mooi. Wacht. Het is echt mooi. Het lijkt een beetje neon eigenlijk. Hoe lekker ook dat ik dit bad heb ontdekt die laatste dagen, zeg. Ik ga trouwens een paar skincare dingen, want bijna alles is op, ga ik laten staan. Maar deze wil ik echt mee, ook al kan ik er nog maar een paar dagen mee doen. Dit is zo duur. Mijn tante en oom gaan zo weg. Ik ga nog even in het bad alweer. Ja, het is echt extreem, maar ik geniet er zo van. En het scheelt heel erg als die baadpans uit mijn tas zijn. Er zit steeds een uur in en ik geniet echt. Dus waarom lekker niet? Ik heb thuis toch geen bad. Hij heeft een bad, maar zijn cv is nog steeds stuk, dus waarom niet? Ik ga weer met deze. Hier had ik er 2 van. Even mijn tanden poetsen. Druk bezig. In bad geweest. Ik denk dat alles wel gaat passen. Het is 12:30 en om 15:30 moet ik de Uber pakken. En ik heb Magnolia Bakery cupcakes besteld, want ik red het niet om erheen te gaan. En iedereen zei dat ik het moest doen, dus dan moet ik het natuurlijk ook wel doen. Oeh. Het is niet met cream cheese, maar met whipped cream. Ik heb er nu echt nog helemaal geen zin in. Maar de film waar we heen gingen, mijn neef en ik, daar hadden ze ook van deze bakery. Dus volgens mij is het wel heel erg famous. Wow, het ziet er echt heel fluffy uit. Ik hou eigenlijk helemaal niet zo erg van cupcakes. Oh, oké, dit is heel lekker. En om het bedrag rond te maken, oh, dat is super vet trouwens. Een peanut butter cookie. Kijk hoe dat eruit ziet. Gewoon zo. Ik weet niet of het zo bijzonder is, maar ik heb echt nog helemaal geen trek hierin. Maar voor straks. Het is zo spannend. Ik ga dit nu dichtklappen en kijken of dit dicht kan en hoeveel kilo het is. En dan heb ik nog wel hier wat plek en hier iets van plek. Maar ik ben zo benieuwd of het gaat lukken. Het is heel erg zwaar naar mijn idee. Met heel erg zwaar bedoel ik ook echt heel erg zwaar. Jeetje, Mina. Ik wil niet dat mijn laarzen beschadigen. Wauw, alleen maar candy en zo. Ik wil gewoon niet dat die laarzen... Ik moest die laarzen in mijn handbagage doen. Dat heb ik echt maar 2 keer aangehad. Maar ja, ik was er wel heel blij mee op New Year's Eve. Maar ik vind het niet zo'n fijn gevoel, die laars. Oké, kom maar. Oh. Stel dat je koffer nu zou scheuren of zo. Zeg maar dat er dit stuk zou gaan. Wat moet je dan doen? Oké, ik ga wegen. Ik ben zo benieuwd. Zo spannend. Wauw. Er moet eigenlijk nog 1 lusje douchegel bij. Het is zo zwaar. Oh my god. Wat? Wat? Nee. Nee. Ik heb een heel groot probleem volgens mij. Wat? Nee. Oh, hij is 29 kilo. Oh, 6 kilo te veel. Oh, sorry. Ik word gek. 6 kilo te veel. Hoe kan dit? Ik heb een groot probleem. Ik weet niet wat ik moet doen. Ten eerste best wel stressen. Uber is €90. Het is echt belachelijk. Het is echt belachelijk. Via is nu ook ineens €50 voor sharing. Ik heb ook geen cash meer, dus ik hoop dat ik met mijn creditcard kan pinnen. Mijn make-up doe ik later wel. Ik ben heel erg moe, dus ik vind dat ik echt make-up op moet. Maar eigenlijk hoef ik natuurlijk helemaal geen make-up op te doen. Want niemand die me ziet. Ik ben altijd iets te relaxed en dan uiteindelijk moet ik toch een beetje opschieten. Maar goed. Oh, ik wou nog een andere trui aan. Mijn handbagagekoffer is zo zwaar dat hij zeg maar omflikkert en zo. Dus ik ga echt niet met de OV. Ik heb nu Varia gedaan, Via. En het duurde 5 minuten, nu nog 4. En als het goed is moet ik gewoon daar staan. En komt hij daar. Gaat hij dan eerst nu nog een drop-off ergens anders doen of zo. En dat is dan $50 en nog $10 erbij, 60. Maar anders was ik 100 kwijt. Met OV is gewoon niet te doen. Dit is gewoon 50 kilo aan koffers. Ik ben zo moe. Dus ja, ik heb ook geen eten meer kunnen halen. Eigenlijk is het super stom. Dat is daar natuurlijk vet duur, maar goed. Oké, dat was het. Terug naar Nederland. Echt super lang in de rij gestaan en toen ik eenmaal besteld had alsnog 20 minuten moest wachten op dit eten. Maar dit is het enige een beetje betaalbare. Het was $12 bij elkaar. En heb ik ook toch nog een keer bij Shake Shack gegeten, dus dat is wel leuk. Maar dat is echt veel te krokant en veel te zout. Oké. Top. Oké, there we go. Donker, slapen. De vlucht was echt niet chill, heel veel turbulentie, ik was onwijs bang. Ik dacht echt dat we neer gingen storten. JFK was een drama, het duurde allemaal zo lang, het was zo druk. Voor mijn gevoel had ik al een vlucht op zitten. En eenmaal op Schiphol ging het gelukkig super soepel. Ik had heel snel mijn koffers, ik had die ook ingecheckt, was heel relaxed. Ik heb melk gehaald, de versie en sappelsap en nu ga ik lekker naar huis. Ik ben echt, voor ik het weet ben ik thuis. Uber kost 10, 12 euro en dan ben ik gewoon over 40 minuten. Dan kan ik in bed liggen lekker. En vanavond komt haar, maar ik ben helemaal verrot. Wat logisch is, maar ik ben heel blij dat ik weer thuis ben. Thuis, ik ben zo blij om thuis te zijn. Ik hou zo van mijn huis. Wauw. Het is best lekker dat Bol er nog even niet is. Want dan kan ik lekker egoïstisch nu gewoon meteen in het bed induiken. Niet dat ik van slapen hou, maar dat moet. Ik ga nu niet mijn koffer uitpakken, want daar word ik heel erg druk van. Ik hoop dat ik kan slapen, jongens. Ik heb expres geen koffie of zo genomen, de hele dag niet. Ook niet gisteren, zeg maar. Of geen thuisbezet. En Hadi is vandaag toevallig niet aan het werk. Tenminste, vanaf nu. Maar ik ga me niet laten verleiden door te zeggen van kom nu. Hij is gelukkig ook daar heel goed in. Van nee, ga eerst slapen. Dus ik ga lekker slapen. Dat heb ik echt nodig. Ik denk dat ik er straks alweer gewoon prima uitzie als ik heb gedoucht en geslapen en opgemaakt. En dan zie ik hem straks. Ik heb er zoveel zin in, jongens. Ik ben zo enorm verliefd, zeg maar. Ik heb hier zo naar uitgekeken om hem te zien. Maar ik moet eerst slapen. En vanavond krijgen we weer sushi van Sushi Deluxe Almere. Dus oké, doei. Ik ben wakker. Ik heb 3 uur geslapen. Super veel keelpijn. Het is hier ijskoud. Ik heb voor het eerst in een jaar volgens mij mijn verwarming uitgezet. Behalve natuurlijk in de zomer had ik me ook niet aan. Maar het is zo koud hier. Tot die al 3 uur uitgaat. Maar echt bevries echt, zeg maar. En ik ben echt bang dat het heel lang gaat duren voordat het warm gaat worden. En ik voel me echt zo extreem verrot. Waarschijnlijk Hazi voelt me meestal altijd beter. Hij komt over ongeveer 2 uurtjes. I'm so beautiful. Oeh. Ik ben heel menig. Ik weet niet precies hoe het komt. Super goed bezig, maar ik moet nu echt even gaan aankleden en klaarmaken en haar wassen. Mijn haar is helemaal vet. Want ik had in het bad, mijn haar was niet zo slim. Dit is allemaal voor de proefvideo. Het is bizar veel. Ik ben zo blij. Want ik dacht dus dat ik niet genoeg had, maar op een gegeven moment heb ik steeds ook wel kleine dingetjes gehaald. En het is echt top. En het uitpakken is zo ontzettend leuk, maar het kost nu even te veel tijd. Maar ik vind dat dus fantastisch om te doen, vooral als je natuurlijk hebt geshopt. Dit is zeg maar allemaal nieuw, wat er in deze koffer is gegooid nu. En dit zijn die souvenirs. Ik heb echt serieus alleen voor Lot 2 kaarsen. Voor Haap ik iets. Niet zo heel veel. Voor qua souvenirs. Maar wat ik zei, mensen doen dat ook nooit bij mij. Dus het is ook helemaal niet erg. Niemand vindt het erg. Voor Haap krijg ik best wel stomme cadeautjes. Maar hij gaat het sowieso leuk vinden. Het gaat niet op het idee, maar toch een beetje suf. Oké, het is bijna 7:30. En ik heb de sushi gekregen van Sushi Deluxe Almere. Alweer. Maar ze wilden graag hun... Oh my god, we hebben zoveel gekregen. Ze wilden graag hun sushi taart in de belangstelling zetten. Dus er komt net een mega ding, wordt er bezorgd. Hier staat het dus. Het draait, want ik heb het al het stopcontact weer ingedaan. En in die doos zit volgens mij echt, er zitten 75 stuk sushi, het is echt bizar. En we hebben ook dit erbij gekregen. Dat is echt heel lekker. Dat ken ik. En wow, we hebben zoveel gekregen. Een hele verpakking met wasabi. Dit weet ik niet wat het is. Is het kaas of mango of zo, ik weet niet. Dat is echt vervelend, ik heb nog niet gekeken. Even een heel pak met gember. Zullen we die kaars even wegdoen? Is dat handig? Ik denk het wel. En een hele kikkerwandsaus, kijk dan. Bizar. Wat? Maar ik had wel gezegd dat we maar met 2 zijn. Maar ze willen ons verbellen. Super lief. Wauw, dit is echt zo relaxed. Oh my god. Ik ben echt benieuwd. Maar hij draait al, ik moet even het stopcontact uitzetten. Maar hoe moet het dan gaan? Wat? Het lijkt als een soort van zeemansschip. Hoe moet dit? Wat is er? Het is toch zo? Is dat wat ik bedoel, toch? Oh. Wat? Maar hoe werkt het zeg maar dan dat je die dood doet? Oh my god, ik ben zo benieuwd wat erin zit. Het is echt spannend. Ik moet het ook even op mijn Instagram filmen meteen. Jij bent ook benieuwd, hè? Ik zie het aan je hoofd. Wie? Dit is echt niet normaal. We zijn met z'n 2. En dit gaat dus helemaal ronddraaien. Wow. Dit is echt ziek. Jongens, hij draait. Dit is echt voor 2 personen. Dit is echt debiel. Het is natuurlijk super vet. Kijk. En het zijn al die lekkere die we vorige keer ook hadden. Zeg maar die met zalm hier. Vlaamd zalm. En de ene met roomkaas vonden we heel lekker. En hij draait, ga ik alsnog lopen. Die met carpaccio vonden we allerlekkerst. En daar hebben we er vet veel van gekregen. Er wordt een heel ding bijgebouwd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En mijn moeder was zo brutaal om me 5 minuten van tevoren te bellen. Van hoi, ik kom nu Bolly brengen. Want ik had gezegd nee, hij is hier dus geen zin in. Maar ze heeft het toch gedaan. Nu ben ik op zich wel blij, dat had ik ze heel even gezien. En Bolly is hier nu en die zit nu op haar te bijten. Terwijl hij een ei maakt. Wij gingen misschien weer een beetje te laat slapen. Maar we hebben echt super lekker geslapen. Want ik had in New York echt heel slecht geslapen. Elke nacht sliep ik maximaal tot 4 uur. En daarna elk half uur wakker. Hallo Bolly. Bolly is onwijs dik geworden. Ik denk dat hij heel veel eten heeft gekregen. En wat zou ik nog meer zeggen? Oh ja, ik voel me dus minder moe dan gisteren. En ik ga denk ik helemaal geen jetlag krijgen. Het is nu wel 2:30, maar dat komt gewoon puur omdat we gewoon heel lang al uitgeslapen, want dat is super chill. Dus dat is fijn. En we weten nog niet wat we vandaag gaan doen. Ik ga hem even opmaken. En er wordt hier een ontbijt bereid. Dus dat bevalt me wel. Bolly vindt het ook erg prettig. Je bent zo schattig. Nee, ik zeg dat je schattig bent. Dan ga je niet toch het idee verpesten. Breakfastje. Super lekker. Dit had hij dus ook een keer bij hem thuis gemaakt. Dus wat ik nu weer zin in met mosterd, oude kaas, een eitje en spek. Echt. En het is een walnotenbroodje die ik van het kerstdiner met collega's had ingevroren. Dus dat is wel chill. Koffie. Dit is van H. Ginseng. Hier, paraplu. Ik wil die mooie. Hallo, we willen wandelen, maar het is heel slecht weer. Dus we wilden naar Muiderslot, maar het is al te laat. Het is nog ineens 5:30. We gaan echt allemaal lekker eten bestellen. Dit is een soort van met burrata. Hieronder. Vet lekker. Laat het zien. Dit is wel echt super weinig. Deze is best wel duur eigenlijk, maar wel lekker. Sashimi, met brood en bier. En ik heb een wijntje besteld. Hallo. Doei. Nog maar voedsel. Lekker mannen. En de liefde nog veel meer. Heel veel pakken zo te leggen. Al doet het graag een zin. Ik ben echt gek. Hallo. Ik film echt heel weinig, maar we zijn gewoon aan het chillen. Ik heb een soort van random wok gemaakt met spinazie en bonen en ontbijtspek. Knoflook, paprika. En dit wat ik al vaker maak. En het is al bijna 9 uur. Oké, jongens, ik ga de weekvlog hierbij afsluiten. Het is 10:15. We hebben de hele dag eigenlijk niks gedaan en net even gewandeld. En nu gaan we slapen. Ik heb echt niks gefilmd. Ik heb echt niks gefilmd deze dagen. Maar we hebben alleen maar gechilled en het was heel gezellig. En eigenlijk bleef hij niet slapen, maar hij blijft toch wel slapen. Dus ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden met New York. Durf je duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!